Ik ben Ronnie Wutting, ondervoorzitter van de Heemkundige Kring Wootrad in Roeteren. En wij kregen in 2019 de vraag van Bart Bekkers uit het Zenderlo of wij meer wisten over de gevallen B17-43-38-650. Hij heeft me toen een foto opgestuurd. Toen ik die foto zag, toen herkende ik onmiddellijk hier het gebied. Ik zag de breuk, ik zag de bunker. Ik denk, oh, dan moet ik eens mee verder gaan. Verminst dat ik al van 2014 mensen interview over de Tweede Wereldoorlog. En Louis Tieners mij al toen reeds vertelde dat er een vliegtuig moest gevallen zijn in Voorshoven. Ben ik daar niet naartoe kunnen gaan, want die mens was overleden ondertussen. Dan had ik nog andere getuigen, waaronder Pierre Leurs. Die had me verteld dat hij hier dus op de velden moest liggen. Maar ja, dat is heel lang, dus begin maar te zoeken. In 1944 was ik dus 7 jaar. Toen die vlieger hier gevallen is, ik heb er alles van gezien. Vanaf het moment dat de vlieger richting Waterloos vloog, met een geluid zo, een abnormaal geluid. En we zagen de mensen daaruit, die piloten daar uitspringen. Als ik goed meen, waren er 6 of 7 die daaruit gesprongen zijn. Maar was die vlieger eens teruggekomen? Ik denk dat die er wat aan gedaan hebben, dat die rondging. En die is dan hier in de kanaal gevallen. Die heeft hier aan de andere kant nog een eigen boom gepakt. Hè? En dat is die tegen gekrast, anders was hij wel in het veld neergekomen. Hè? Ja, wij waren dadelijk hier. En ik herinner me nog dat hier overal brokstukken lagen aan deze kant van de bomen. En de vlieger met de romp en al, dat lag opzij in de kanaal. En daar zijn wij als kinderen in geweest. Maar het was immens groot van binnen. Wij hadden zo nooit niks gezien. Hè. Ja, dat was wel interessant voor de kinderen in die tijden. En een van die kinderen, hè, mijn kameraad zal ik zeggen, die had pultjes gevonden in die vlieger en die had die opgesnoept. Dat waren zo'n soort mijntakjes, meenden ze. Och, dat mannetje heeft een hele nacht niet geslapen. Ik kon niet slapen. Hè. Ik denk dat pultjes waren voor de piloot, voor wakker te blijven. Want die kwamen van Engeland hè, en die moesten naar Duitsland gaan bombarderen. En die zaten toch uren in die vlieger. Ik denk persoonlijk dat geweest is. Het kan ook drugs geweest zijn, dat weet ik ook niet. Hè. Ja. Ben ik terechtgekomen bij Hubert Nijes, Bernieskes in de volksmond. En die gaf me de gouden tip door te zeggen dat die vlieger lag waar de stroomdraad van de Roeteren naar Waterloos over het kanaal ging. En vermits ik een luchtfoto heb van 1949, kon ik die stroomdraad perfect zien. En toen ben ik met mijn collega Arnoud Crispen hier met de metaaldetector gekomen zoeken. En binnen een half uur hadden we een batterijklem, kogels en dergelijke allemaal gevonden. En zo konden we het verhaal heel sluitend afwerken. Ik ben Arnoud Crispen, ik ben voorzitter van de Heemkundige Kring Wootra in Roeteren. En wij doen opzoekingen naar vliegtuigen uit Wereldoorlog 2. Zo beginnen zoeken, dat mag niet. Je moet eerst een vergunning aanvragen bij het Vlaams Gewest. Je moet toestemming hebben van de eigenaren van de grond. En er zijn ook nog enkele regeltjes, zoals bijvoorbeeld je moet minimaal 18 jaar zijn. Je moet ook alles aangeven aan de Centrale Archeologische Inventarisatie. Via die aangifte krijg je een vondstnummer en een registratienummer. En via die nummers die kun je gebruiken in eventueel latere publicaties. Wij gebruiken die om die in ons jaarboek van de Wootra te zetten en het verhaal van de vliegtuig te ontleden.